Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 27 maart. Het is nu bijna 6 uur en we vertrekken vandaag naar Straatsburg met de hele OM-richting. Ik moet mij nog klaarmaken. Ik ga dat zo meteen doen en dan neem ik jullie mee naar de rest van mijn reis. Beste kijkers en welkom terug bij een nieuwe YouTube-video. Vandaag gaan we jullie meenemen naar onze allereerste dag op onze reis naar Straatsburg, Frankrijk. Een reis dat dus verplicht deel uitmaakt van het vak Français 4. We starten de reis super vroeg. Wij moesten dadelijk al om 7 uur vertrekken met de bus van de campus in Mechelen, zodat we rechtstreeks konden doorrijden naar onze allereerste stop, wat in Luxemburg was. Ik zat naast Mathis op de bus en Mathis heeft eigenlijk de reis doorgebracht met een beetje tv te kijken en ik heb vooral gelezen. We hebben onderweg ook een kleine pitstop gemaakt, juist aan de grens tussen Luxemburg en België, waarbij we een kort ontbijtje konden doen, eventjes konden plassen en ons konden voorbereiden op de rest van onze dag. Op de bus onderweg naar Straatsburg. Hier is Kazim, iedereen's grootste idool. En de rest, de luide mensen zijn van de bus dus. Kato en Tatjana hier. Wij zijn momenteel in Luxemburg aangekomen en we zijn bezig met een korte stadswandeling. En we nemen jullie mee. Mo, wil jij iets zeggen tegen ons YouTube-kanaal? Ja, zeker. Dus welkom in Luxemburg. Ik ga jullie een rondleiding geven. Tatjana. Wat ik ga u er even op. Ja, ik weet niet wat dat is. Weet je wat dat is, Bartjan? Wat? Dit hier achter mij? Jij mag het zeggen. We weten het niet, maar we zijn ergens in Luxemburg. Tijdens onze stadstour zijn we ook eventjes langs geweest bij de Universiteit van Luxemburg, waarbij we binnenkwamen in de hal beneden, waar je kon schaken en gewoon kon chillen, wat we natuurlijk eens moesten uitproberen. Zoals je kan zien, ga je Yusra eigenlijk het schaakspel zien uitleggen aan Matthias en Achlem, die totaal niet wisten hoe dat ze moesten schaken.
het was eigenlijk niet volledig de bedoeling van ons bezoek. We liepen al snel achteraan de groep. Maar we kwamen er eigenlijk voor een korte bespreking van een master die je kan volgen bij de Universiteit van Luxemburg en samenwerkende universiteiten. Dit is namelijk de Border Studies. Dat is een masteropleiding waarbij je eigenlijk in een periode van 2 jaar de mogelijkheid krijgt om in 3 verschillende universiteiten in 3 verschillende landen te gaan studeren. En dat kan een master zijn in verschillende onderwerpen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, kan je zeker eens een kijkje nemen op de website voor meer informatie. Jammer genoeg kon ik geen informatie delen van de PowerPoint, omdat de professor die de presentatie gaf liever niet had dat hij in beeld kwam. Dus dat ga ik jammer genoeg niet kunnen delen met jullie. Maar je kan het zeker online eens opzoeken. Yusra en Matthias waren zeer geïnteresseerd door van de bureaus waar we zaten. Ik kon namelijk door de hand van een knopje een panel laten opengaan en er kwam dan normaal gezien een computer naar boven, maar niet iedere bureau had namelijk een computer in een pakje steken, wat wel jammer was, maar het was wel cool om te zien. Allemaal geïnteresseerd? Nee. Maar het is verplicht. Ik kan het ook niet heel goed zien, maar tijdens de presentatie begon het ook ineens te sneeuwen. Maar gelukkig was het al voorbij toen we de universiteit verlieten voor naar het leercentrum of naar de bibliotheek van Luxemburg te gaan. We gingen door de grote draaiende deur en we kwamen eigenlijk een gigantisch grote bibliotheek of leercentrum binnen, waarbij we ook enkele beelden hebben gemaakt.
Hallo, wij zijn juist klaar met onze tour rond Luxemburg. En wij zijn eventjes de Universiteit van Luxemburg binnengegaan voor een korte bespreking over hun masterprogramma van Border Studies. We zijn nu zo even aan het rondlopen, we hebben net iets gegeten. En nu gaan we het winkelcentrum eens binnen. Wat zijn we aan het doen, Kazim? Even rondlopen. En ik vind hier niets voor mij. Ik ben hier voor de bank. Today I will be presenting you Nux. Het merk voor zijdezacht haar. Mag dat niet? Ah, jawel. Voilà. Dat is niet betaald. Go buy it. €5 in de traffic. Tip van de week. Alleen maar. Je bent invited to the party. Wat is al gebeurd? Dat is al gedaan, we hebben wel wat water. Ziet jij dat niet? YouTube, zeg eens hallo. Hallo. Hi. Nou, het is ook geen team YouTube, het is team podcast. She's making a comeback, baby. What? Your comeback? Making a comeback. Isra, naar het YouTube kanaal. My way. Ultra podcast. My way or the highway. Toch kan die? Niet luisteren naar. Jawel. Na een kort bezoekje van Luxemburg zijn we terug op de bus gesprongen, deze keer dan effectief richting Straatsburg. Zoals je kan zien heb ik me weer naast Matthias gezet en heeft hij zijn series verder afgekeken. Heb ik nog een beetje zitten lezen in afwachting tot onze aankomst. We zijn super moe, but we made it. We staan nu aan het hotel. Het was een zeer, zeer lange rit, maar we're here, de stress er ook bij. We zijn net ingecheckt in ons eerste hotel, waar wij 2 nachten gaan verblijven, het Ibis Hotel, zoals we beneden al even staan laten zien. En Matthias en ik zijn op onze kamer, het is niet zo heel groot, maar ik zal een beetje een tour geven van de ruimte. Wat is zit in de badkamer, die juist daarnaar, aan mijn linkerkant is. We hebben nu ongeveer een uurtje vrije tijd en dan gaan we allemaal samen eten. Dus wij gaan ons eventjes verfrissen en ons terug klaarmaken voor de avond dan. En misschien ook een klein dutje doen, want we zijn al van heel vroeg wakker. Dag Kato, wat gaan wij doen? We gaan een stadswandeling maken en dan gaan we op restaurant, we gaan tarte flambé. Oeh, excited? Avec du vin, j'espère. Excited? Ja, benieuwd vooral. Dag iedereen. Hallo. Wij zijn nu onderweg naar een stadswandeling. Ik weet niet juist wat we gaan zien, maar volgens Tatjana gingen wij een kathedraal bezoeken. En na de wandeling gaan wij dan samen op restaurant met heel de klas. En gaan wij een typisch Straatsburg gerechtje eten. En dat ga ik jullie ook laten zien dan in de video. Dus let's go! Ik was dus fout. We hebben die dag geen kathedraal bezocht. Dat was iets wat dat later op de planning stond. We hebben eigenlijk gewoon een wandeling gedaan naar het restaurant waar we gingen eten. Natuurlijk hebben we wel heel mooie dingen kunnen bezichtigen. Maar ja, de kathedraal was dus jammer genoeg voor een andere dag.
avond geëindigd met een dinertje samen met heel de groep. Waarvan we uiteraard genoten hebben. Iedereen was enorm moe van de hele dag te reizen. Dus we hebben eigenlijk direct na ons eten ons terug naar de hotelkamer begeven. En allemaal rustig ons bedje ingekropen. Voor dan klaar te staan voor de volgende dag. Alvast bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet zeker geen reactie achter te laten onder de post en de video te liken. Als je graag meer van deze soort content wilt zien op je kanaal, kan je ook altijd abonneren. En we zien je terug bij de volgende video. Bye!